PSV swingt zakelijk in Waalwijk en iedereen geeft Berghuis tijdens de klassieker verjaardagscadeautjes. Verder verkoopt Johannes Spors zichzelf aan Genoa, steelt Gudmundsson een bal in Alkmaar en bieden wij Jannik van der Velde in deze moeilijke periode toch een podium. Vrijwel niets kan en mag meer en we gaan een eenzame kerst tegemoet, maar ondanks dat gaan we vol plezier naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld? De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo? Vooral de bekhouder. Ja, hallo kijkers van de YouTube livestream en luisteraars van de podcast. Mijn naam is Snijboon en welkom bij een nieuwe aflevering van de derde helft. Gijs is vandaag helaas afwezig. Die moet een verjaardag vieren. Volgens mij is het niet zijn eigen, maar het is wel een verjaardag. Dus vandaar dat ik dit zootje ongeregeld in goede banen ga leiden. En voordat wij naar de 9 potjes van deze speelronde gaan, gaan we uiteraard eerst even naar de heren aan tafel. Tim is er, Pepijn is er, maar we gaan eerst even naar de belangrijkste. De aanwinst van deze week, Jannik van der Velde. Hoe gaat het? Goed, met jullie. Voor de paar mensen die hem niet kennen, 50% van de Rundfunk tandem. Tegenwoordig ook ster van Undercover. Ja, als je het zo wil noemen. Maar vooral liefhebber van exotische voetbalshirts. Vorige keer dat je hier was voor de Eredivisie, want je bent ook tijdens het EK geweest, maakte je druk over dat teams 3 keer in de week zeggen te spelen terwijl ze dat niet doen. Ja. Daar waren heel veel mensen in Nederland het mee eens. Ja, klopt. Zijn er nog nieuwe dingen waar je je druk om maakt? Ik maak me de hele dag om alles druk. Ja? Ja, maar individuele prijzen maak jij toch ook druk om? Zeker. Zeker. Als we gelijk met de deur in huis vallen. We hebben de tijd. Dus. Nou, dan waar ik me op dit moment het meest druk om maak, eigenlijk heb ik me vorige keer heel erg gericht op de eigenlijk op de spelers die dan steeds zeggen over 3 keer per week en trainers en dat soort dingen. Nu zou ik me eigenlijk willen richten op de media. Die moeten ophouden met eufemismen gebruiken. Namelijk vleugelflitsen, zijn congé krijgen, hoeveel geld je toucheert, iemand losweken bij een club. Ik word daar helemaal gek van, omdat wij allemaal donders goed weten waar het over gaat. En ze schrijven natuurlijk waarschijnlijk 6 stukjes per dag of zo. Maar ze schrijven natuurlijk, ze moeten de hele tijd dezelfde stukjes schrijven op zo'n dag. Alleen, ik vind het super frustrerend om dan steeds te moeten lezen dat. Het zijn termen die je in het dagelijks leven nooit zou gebruiken. Nee, het is gewoon vooral, ik weet wel, ik snap dat het super kut is als je bij voetbalprimeur of zo werkt en dat je dan weer moet schrijven, oh, die gast is ontslagen. Maar dan is het weer de oefenmeester die niet meer zijn kleurkorps kan trainen. Ja. En ze hebben hem nu losgeweekt. En ik denk, verbintenis. Hou daar nou eens mee op, heb je daar ook niet een beetje, voel je daar niet een beetje liefde voor? Dat idee dat zo'n man dan zo op zo'n sportredactie zit en dan zo denkt van, welk woord kan ik nog gebruiken? Ja, en dan naar synonieme.net gaat. Ja, maar dat is het vooral, dat het heel vet zou zijn als ze het af en toe zouden doen. Maar inmiddels zitten die gasten gewoon. En ze gebruiken nooit meer rechtsbuiten. Ze gebruiken nooit meer trainen. Ze gebruiken nooit meer ontslagen. Ze gebruiken alleen maar hele domme, chique woorden voor dingen die echt niet zo chique zijn. Wij moeten dus in de volgende rij terug naar het simpel. Gewoon simpel. Het simpel houden. Nee, ze zijn gewoon fucking simpel allemaal. Nee, maar dat is toch ook zo? Daarom heb ik ook zoveel moeite met als zijnde. Want dat klinkt heel chique. Ja, maar dat is niet. Dat is fout. Dat is gewoon fucking fout. Ja. Maar iedereen zegt als zijnde. Het mooiste was de trainer van NAC. Snijboom, weet je nog wie dat toen was? Van jaren geleden, die zei, als trainer van een club als NAC zijnde. Ja, dat is heel ja, wie was dat ook alweer? Maar ik volgens mij heeft Kieft een keer gezegd, van 9 van de 10 kansen mist hij de 8. Dat vind ik ook best wel ziek. Maar die is gewoon filosofisch. Ja, dan maakt hij er van de 10 2. Ja. Tim, vorige week mocht jij een weekje overslaan, mm-hmm. Maar je bent er weer. Ja, ik weet niet. Ik vind het heel leuk om er weer te zijn. Ik weet niet of jullie het er vorige week over gehad hebben, want ik was er toen niet bij. Maar felicitaties wel op zijn plek, Snijboon. Ja? Max Verstappen. Nou, dat toch. Ze was de trainer van. Oh, je hoort onszelf. Ja, ik heb dat even live aanstaan. Maar Max Verstappen, ja, felicitaties. Hij heeft toch gewonnen? Dat is toch hartstikke leuk? Hou nou toch eens op. Nee. Ja, het maakt me ook geen reet uit. Maar Jannik is fan van autootjes. Ja, dat vind ik best jammer. Ja, sorry man. Ja. Ik vind het leuk. Autootjes rijden, rondjes rijden. Vroom, vroom. Wat is er leuk aan? Zeg maar, bekeer mij. Nee, want hij is ook begonnen met Max Verstappen. Dus ja, ik ben ook een aantal jaar geleden pas begonnen. Omdat ik het toen inderdaad wat meer ging verdiepen. Vond jij Jos Verstappen niet fucking eng? Ja, doodeng. Ja, maar dat maakt misschien ook wel vet. Okay. Ja. We hebben nog steeds geen beeld, maar gelukkig zijn we een podcast. Dus we gaan door naar het gestrekte been. En met het gestrekte been zet ik jullie middels een spijkerharde voetbalstelling even op scherm.
En het gestrekte been van deze week is... Ryan Gravenberch is de meest overschatte speler ter wereld. Eens. Hou op, man. Oneens. Oneens. Oké, nou... make your case. Juist. mijn beeld van voetbaltalenten is de afgelopen weken, maanden misschien wel echt helemaal veranderd. Want in mijn hoofd was Ryan Gravenberch altijd een best wel groot talent. En hij is inmiddels 19, hij wordt bijna 20. Dan moet je in mijn hoofd al op het niveau van Haaland zitten. Er zijn nu gewoon talenten die jaren jonger zijn dan hij. Gavi, Pedri, Bellingham. Die zijn gewoon veel beter. En nu zie ik Gravenberch vorige week een interview geven na de wedstrijd tegen AZ, toen ze hadden verloren, lachend zeggen, ja, we konden niet opbrengen vandaag. Wat blijft er dan over? Twee elastieke benen met een prima controle, maar gewoon nul mentale weerbaarheid. Ik vind dat gewoon ontzettend kwalijk. Dus ik vind hem een prima talent, maar heel erg overschat. Ja, je zegt, als je 19 vindt, dan moet je op Haaland lijken. Maar dan noem je ook gewoon meteen de meest... Ja, maar wij doen in Nederland, alsof Gravenberch tot dat kaliber behoort. En hij is niet. Hij is gewoon... Dat doen we niet, Schalke 04. Nou is klaar. Hij is gewoon Schalke 04. Ach, schei uit. Ik ga weg. Ja, ik ben het bijna met Tim eens. Maar ik denk dat David Luiz de meest overschatte speler ter wereld is. En dat Gravenberch een goede tweede is. Nee. Oké, okay, nou ja. Zeg dan wat je wil zeggen. Wat vind jij als je Gravenberch het afgelopen seizoen... Want het, zeg maar, het is denk ik als talent in een team komen... makkelijker dan je stempel blijven drukken. Dus zeg maar na het eerste halve seizoen. Wat is er daarna, zeg maar... Wat heeft dit daarna laten zien? Niet zo heel veel, ben ik met jullie eens. Maar ik heb wel het idee dat er nog heel veel rek zit in die jongen. En ik denk dat we volgend seizoen... Nee, ik denk eigenlijk wel dat we in de tweede seizoenshelft een andere Ryan Gravenberch zien. Maar hij is toch al wel een tijdje gewoon heel goed geweest. Dus ja, het is toch gewoon een heel groot talent en hij heeft een dip. Dippie die iedereen heeft. Die jullie soms ook wel eens hebben misschien. Allemaal wel eens hebben. Best lang een dip al. Best lang een dip gehad. Hoe lang kan je iets een dip blijven noemen? Halfjaartje is dippie. En daarna moet hij eruit. Daarnaast kwaliteitsgebrek. Nee, maar hij... Dat is er. Oké, okay, als hij straks 28 is, dan is hij nog steeds even mentaal instabiel, hè? Maar luister, hij is gewoon een soort... Hij heeft een beetje een Paul Pogba-achtig talent. En daar kan je ook heel vaak van denken, wat is dit voor gast? Maar af en toe is hij briljant. Maar ik kom ook wel tot deze conclusie, want het gestrekte been moet natuurlijk gestrekt blijven. Maar ik vind het ook echt super jammer. Dat eerste half jaar had je echt, want ik zeg maar, je zegt een Paul Pogba. Verder ken ik niet zoveel van die spelers, van die veel te lange, voor hoe goed ze eigenlijk zijn, spelers. Henk Veerman? Nee. Samaras. Samaras, misschien. Daar hebben we er nog een. Maar dat zijn wel hele vette voetballers waarvan je niet helemaal verwacht als je ze ziet gaan. Ja. En dat had hij het eerste halve seizoen. Had hij dat natuurlijk geweldig. Dus het is ook een beetje een soort van verdriet wat hij uit doorspreekt. Dat ik hoop dat dat weer terug gaat komen. Gewoon dat gaat terugkomen. Prachtige lange. Ik heb daar ook wel vertrouwen in eigenlijk. Dan laten we het daarbij en dan gaan we het over voetbal hebben. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. En dat is PSV, die speelde tegen RKC en wonnen met 1-4. PSV wist dat het moest wonnen om koploper te blijven. Dus was maar wat blij dat het uit mocht tegen RKC in de fietsenstalling. PSV speelde zakelijk, spande zich niet overmatig in. Maar maakte wel een paar geweldige doelpunten via Vertessen 2 keer en Moene. Dankzij toch weer een pijnlijk moment voor Joel Drommel deed RKC nog iets terug. Pepijn, wat is je opgevallen aan PSV deze wedstrijd? Kampioenskandidaat nummer 1. Nog steeds. Want wij hebben het aan het begin... Ja, ik wil toch elke keer... Je moet altijd je wins een beetje ook... Daar moet je gewoon vol voor gaan. We hebben aan het begin van het seizoen gezegd dat PSV kampioen zou worden. En ik denk dat wat ze vandaag lieten zien... dat het precies de reden is waarom wij denken dat PSV kampioen gaat worden. Er zit een idee achter. Er wordt gewoon gevoeld met een idee en je ziet de hand van Schmid terug. En je ziet de hand van Schmid ook terug... als de 17e en 18e man erin komen. Want ze hebben veel blessures. Ze hebben vandaag in de eerste helft vallen er twee of drie vallen eruit. Twee vallen eruit. Er komt een Vertessen komt het veld in. Een Venetius komt het veld in. En iedereen gaat gewoon precies hetzelfde door. Dat vind ik geweldig knap. Dus ik denk dat wisselbeleid... We hebben het al een paar keer eerder hier benoemd. Maar dat wisselbeleid blijkt een briljante zet te zijn. Zeg maar, het benoemen dat die spelers altijd in het rood zitten. Ja. Ik denk dat je als trainer gewoon... Maar er zat er wel weer een in het rood. Ze zitten ook in het rood. Maar het is natuurlijk een ontzettende goede manier om aan je spelers te verkopen om ze af en toe te wisselen. Ja. Want een speler wisselen, elke voetballer vindt dat verschrikkelijk. Behalve als je zegt van, maar ik wissel jou omdat je zo belangrijk bent. En je loopt in het rood. En als we iets niet kunnen gebruiken, is jou in het rood.
Dus al die spelers die vinden zichzelf even belangrijk, omdat ze denken van ik word gewisseld als ik in het rood. Het is ook heel makkelijk om voetballers te overtuigen van statistieken die ze niet toch niet begrijpen. Weet je wel? Dus gewoon het is gewoon statistieken. Engelse rare woorden. Je halfspacer staat in het rood en je XG is helemaal verpest. Oh, kunst, ja. Ga ik zitten, man. Het allerergste zijn als er dan wat met jou gebeurt. Ja, ja, dus daar is een grote veer in de reet. Hoe lang zit Schmidt al bij PSV nu? Dus het tweede seizoen. Mm-hmm. Hij heeft 1,5 jaar nodig gehad om het systeem eigenlijk te laten werken. Ja. Toch, want vorig seizoen dacht iedereen dat is best lang. Kap is met dat gewissel. Slot is er eerder bij. Ja. Die kreeg eigenlijk dit jaar pas Ramaljo en zo en dat soort spelers. Ja. Dus dat is ook wat Schmid zegt om zich te verdedigen. Hè? Dat hij nu pas een selectie heeft waarmee hij het voetbal kan spelen wat hij voor ogen heeft. Weet je trouwens. Ja, dus er komt nu heel wat anders. Nee, ja. Oh. Mario Götze had Gijs en ik die zitten er altijd naar. Hij heeft het meeste armhaar van iedereen uit Eredivisie. Ja, dat is ooit. Normaal, maar hij had nu. Ja, ooit. hij heeft een soort vacht op liggen. Ja, maar hij. Dus wij zeggen altijd als grap, hij heeft geen ondershirt aan. Zo, best grappig gezet op zich. Maar hij had nu een ondershirt aan. Dus die gozer heeft het warm gehad. Dus waar ja. komen die haren dan door dat ondershirt heen? Die komen bij mij er al door. Ja. Dus ik heb niet super. Ja, best haren arm. Mooi. Nou, maar niet op de schaal van Götze. Ja. Hey, dat zijn jullie goede vrienden. Hè? Ja. Nee, maar dus dat vond ik heel opvallend. Nee, maar inderdaad, Schmid. Hadden we het niet trouwens ook een gekke keeper bij PSV, Snijboon? Sorry? Een gekke keeper. Zeker, jongen. Wil je daar wat over zeggen? Ja, lijkt me leuk. Dan zoek ik eventjes deze. Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Wil je nog even uitleggen wat het rubriekje is? Nou, bij de lookalike lichten wij twee spelers of twee mensen uit. Eentje in en eentje soms buiten het voetbal. Die wat van elkaar weg hebben. Zeker. Kijk, mensen hebben natuurlijk best wel veel kritiek op Drommel. Ja. Maar, maar ik kan dit verhaal nu niet afmaken zonder de anderen te noemen. Dus het moet eigenlijk wel. Oké. Nee, je hebt toestemming. Oké, want het is best lullig voor Drommel, omdat Trauner van Feyenoord best al een pruik op heeft, al heel lang en in goal staat bij PSV. En jij denkt, hè? Maar die lijken dus echt ziek op elkaar. Vet. En het kan ook geen toeval zijn dat Trauner er weer vandaag niet was. En Trauner was er dus niet, snap je? Want hij moest in Waalwijk zijn. Dan wil ik nog heel serieus op dit onderwerp ingaan, want Joe Drommel heeft weer kritiek te verduren gehad, want ziet er toch bij de tegengoal weer niet goed uit. Schmid laat hem staan, want hij zegt hij moet groeien en daar wordt hij een betere speler van. Er zijn ook mensen die zeggen haal hem eruit, want op deze manier speelt hij zichzelf kapot. Wat vinden jullie? Nou, ik denk dat je vandaag niet echt kritiek. Hij maakt een blundertje, maar hij had tot vandaag had hij 50% reddingspercentage. Dus ze gaan van de twee ballen gaat er één in. Als ik even snel kan rekenen. Ja. En vandaag heeft hij volgens mij 4 ballen op goal gehad en is er maar 1 ingegaan. Dus er zit wel een stijgende lijn in. Ja. Maar op een gegeven moment zag je hem, hij maakte een redding. Een van zijn weinige reddingen die hij maakte, En hij staat op en je ziet een soort van slaak van verluchting. Of zie je over hem heen. Verlichting, excuus Tim. Maakt niet uit. Maar het maakt wel een beetje. Ja, maakt het wel een slaak. Je hoort aan Tim. Geeft hij ook zijn congé of niet? Ja. De sluitpost. Ja, was dit er een? De slaak van verluchting, dat is een taal Het klinkt een beetje als een Efteling attractie. Ik was ook halverwege, ik dacht dit gaat fout aflopen. Maar in ieder geval, je zag hem een soort van opgelucht opstaan, dat is makkelijker. Ja. Opgelucht opstaan met een zuchtje erbij. En toen dacht ik wel, die jongen die zit er niet lekker in. Maar je kan hem ook moeilijk, als je hem niet op de bank zet, kan je hem helemaal Maar dus moet hij zeggen van, het zou zo erg zijn als jij eruit gaat. Je zit zo in het rood. Ja. Met reddingen. Ja, je percentages. Nee, maar heel kort. Die gozer is tot zijn 15e middenvelder geweest bij Underworld. Die is op een gegeven moment, omdat hij dat leuker vond, gaan keepen. Omhoog gevallen, hartstikke leuk. Volgens mij is hij een soort Nike talentenjacht, had hij ooit gewonnen. Toen kwam hij bij Twente terecht. Tot dan toe is het allemaal superleuk. Omdat dan heb je een soort van idee, dit is echt een soort jongensdroom. Maar nu zit hij bij PSV. En in één keer verwacht iedereen dat hij ook echt supergoed moet zijn. Hij is heel goed, hè? Hij is echt wel heel goed. Kan ook gewoon een dipje zijn. Kan een dip zijn. Half jaar. Ik denk dat als je hem eruit haalt, dat je gewoon klaar bent. Ja. Maar Pepijn, voordat jij nog meer dingen door elkaar gaat halen, gaan wij door naar de volgende wedstrijd. Dat is er niet zomaar één. Dat is de Toto-wedstrijd van de week. Toto, wedstrijd van de week, Zo mooi gezongen. Nice, hè? Dankjewel, dat heeft ons 2,5 dag gekost. Eerst even onze voorspellingen. Pepijn, jij had een 1-0 overwinning voor Feyenoord, als ik het goed heb. Tim, jij had een 1-0 overwinning voor Ajax. Ik had ook een overwinning voor Feyenoord 2-1 en Gijs een gelijk spel. Ik weet eigenlijk niet of er echt winnaars zijn, dus die
als die er zijn, dan zien die zichzelf terug op onze socials. Dan even naar de wedstrijd. Want die kunnen dan €25 gratis tegoed van Toto winnen. Precies, dus ga naar onze socials als je 18 plus bent en bewust speelt. En speel volgende week wel mee. Dan naar de wedstrijd, helaas, kan ik wel een beetje zeggen. De Steven Berghuis Derby op zijn verjaardag in de Kuip zonder publiek. En die begon verschrikkelijk. In de eerste helft kon je gerust een kopje koffie zetten, wasje draaien. Of misschien ook wel de gehele dikke Van Dalen uit je hoofd leren. Maar om mensen toch nog iets te geven voor de rust, besloot Senesi om vlak daarvoor een knullige eigen goal te maken. In de tweede helft was PSV Feyenoord beter, maar creëerde weinig mogelijkheden. En eigenlijk viel Reece Nelson heel goed in, totdat hij besloot de aanvallerstackle der aanvallerstackles te maken en een penalty weg te geven. Tadic benutte de penalty 2-0. Jannik, gelukkig durf ik dat te zeggen, was er geen publiek bij vanmiddag. Wat heb jij tijdens de eerste helft gedaan om jezelf toch nog een beetje te vermaken? Heel veel schelden. Ik werd helemaal gek. Ik ben een enorme Ajax-fan, maar ook gewoon voetbalfan. En ik vond het zo verschrikkelijk kut. Ik werd er echt... Ik vond het zelfs... Maar je zat nog wel in de woede. Ja, niet in de berusting woede. Nog. Nee, niet in de berusting. Toen die 1-0 kwam, normaal loop ik dan echt 16 keer door het huis. En begon ik zo gewoon wat gek. En mijn kind sliep, dus dan moet ik zachtjes gek worden. Dat is heel... Dat is echt een kunst. Word je eng dan? Henk ja, Frezer is een beetje... Ja, ik word dan heel eng. Want bijvoorbeeld al die Champions League wedstrijden... Dit seizoen geweldig bij Ajax. Dan moet ik dus helemaal gek worden thuis en mijn bek houden. Maar nu heb ik gewoon, zat ik ernaar te kijken. Dacht, ja, flikker op, het is zo kut. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het een hel. De neutrale kijker, echt verliezer bij deze wedstrijd. Voor mij een ja, stiekem toch wel een hoogtepuntje. De spelersbus van Ajax komt aan bij de Kuip. En er staat een hele groep Feyenoord-fans klaar bij de ingang om de bus te bekogelen. En Berghuis een soort van warm welkom op de verkeerde manier te geven. Maar de buschauffeur van de Ajax-bus die mocht achterom bij de Kuip. En wat zie je dan? Tientallen volwassen mannen die met Romeinse kaarsen in hun hand een parkeerterrein overrennen om daar vuurwerk naar een bus te gooien. Ja. Ik vond het echt fantastisch. In de wat negatievere zin, er zijn ook allemaal mensen opgepakt omdat de bus wel is bekogeld. Dus het ging niet allemaal even goed. Dan gaan we terug naar de wedstrijd. Pepijn, Feyenoord kwam wel beter uit de rust. Als we dan toch voor Feyenoord wat positieve dingen eruit moeten lichten. Dat moet vertrouwen geven. Ja, ik ben altijd natuurlijk een erg groot fan van Slot. En ik probeerde dat hier voor de uitzending een beetje te verkopen. Dat ik zei, ja, Slot is eigenlijk de betere trainer. Want het was een dramatische eerste helft. En dan ga je kijken, wat gaat de trainer doen? En dan na rust kwam eigenlijk Feyenoord beter uit de startblokken. En Slot was na de wedstrijd ook dat hij zei van, het is knap dat wij zo'n goede ploeg als Ajax ervoor kunnen zorgen dat zij slecht voetballen. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Dat vond ik toch wel, daarmee plaats je wel weer onder Ajax. Zo van, het is goed dat wij Ajax het voetballen kunnen onthouden. Terwijl je in je eigen huis speelt als top 3, top 2 club eigenlijk. Dus er zijn aanknopingspunten. Hey, maar jongens, maar maakt Feyenoord zich nu, als je kijkt naar waar ze vandaan komen van onder Advocaat, vind je dan echt dat nu Feyenoord zich al onnodig klein maakt? Nou ja, ja. Is niet realistisch nog op dit moment? Maar niet nodig meer. Ze doen staan het op de helft van het seizoen gewoon keurig derde nu. Maar ze hadden ook prima tweede of eerste kunnen staan. Maar wat Slot dus eigenlijk zegt, is dat het zo'n kutwedstrijd was. Want Feyenoord neutraliseerde Ajax. Dus Ajax was daardoor, kon Ajax niet zijn. Maar Feyenoord had alle energie daarvoor nodig en kon niet meer zelf voetballen. Is dat dan de verklaring voor waarom het zo slecht was? Want ik ben veel dommer dan Arne Slot. En zeg ik maar. En hij verwachtte nu dat iedereen ging zeggen, nee, dat nee, is helemaal niet zo. Slim, je mag het best wezen. Neem je ruimte, jongen. Ik dacht van, hoe groot is nou de kans dat je de klassieker speelt? Dus de wedstrijd waarin allebei de teams zich extreem goed kunnen opladen. En dat ze allebei toevallig alle spelers uit vorm zijn. Dat kan toch niet? Dus dan is de maar ik denk dat het een beetje logisch. Of meer het finale concept, zeg maar. Dat altijd finales tegenvallen. Ja. En dat die spelers er zo naartoe hadden geleefd. En wij allemaal, denk ik. Want het was echt zo voor mijn gevoel een beetje de wedstrijd van het seizoen. Kijk, PSV is dat eerste, maar het is natuurlijk wel de traditionele, de klassieker. Dus het ging gebeuren. Was wel mooi trouwens. Vanmiddag kwam er een vriendin van mijn vriendin, de beste vriendin, die is zwanger. Die gaat bijna... Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Gaat het met hem? Gaat het over naar de volgende wedstrijd? Nee. Nee, maar die werd dus vandaag, hadden ze een hele kleine gezelschap, hadden ze een babyshower bij ons thuis. En haar vriend, of haar man, die is keiharde Feyenoord supporter. En die was een beetje gespannen. Maar dus zij komen binnen en het gaat over die baby, wanneer ze geboren is. En mijn vriendin vraagt zo, en zenuwachtig? En hij zo, nou ja, ik denk wel dat we het kunnen winnen van de Ajax. Ja, maar wat zuur dat er een babyshower in jouw huis werd georganiseerd. Ja,
toen moest ik bij vrienden voetbal gaan kijken. Dus zo verschrikkelijk was het niet. Maar jammer. Jammer eigenlijk gewoon. Dat is de conclusie toch naar deze wedstrijd. Ja, dan gaan we maar door. Maar heel veel nog. Want Guus Stil, die was voor de wedstrijd best wel gepikeerd tijdens een persconferentie. Want volgens mij vroegen journalisten van wat verwacht je van de wedstrijd. En hij zei, ik vind dat voorbeschouwen altijd zo'n gelul. Want niemand is het met elkaar eens. En laten we gewoon achteraf praten. Dus eigenlijk had hij best wel gelijk, toch? Want alle kranten en tijdschriften, gewoon best wel veel journalisten hebben best veel geld verdiend aan gewoon mensen blij maken met deze wedstrijd. En ja, de mensen die ons blij moeten maken met deze wedstrijd hebben ons verschrikkelijk verdrietig gemaakt. Dus journalisten zijn gewoon overbodig. Overbodig. Waar vallen jullie onder op dit moment? Wij vallen onder heel veel journalisten. Nee, echt niet. Nee. Tim, dan gaan we nog even naar, denk ik, het belangrijkste van deze wedstrijd. Jij kwam hier vanmiddag binnen en jij riep tegen mij, ik wil het over het Nederlands van Tadić hebben. Ja. Ja, dat is een ergernis van mij. Ja? Die jongen die speelt, denk ik, bij elkaar opgeteld 7 jaar in Nederland nu. En mensen willen hem heel graag interviewen. En hij wil dat, denk ik, ook heel graag laten zien dat hij dat kan. Maar hij kan het niet. En een van de dingen die je bij een interview wil, is dat je iets uit een speler kan halen. Als ik... Ben je het hier zo mee oneens? Maar ga door met als ik, als ik, als jij mij in het Servisch interviewt en ik kan maar 3 woorden, dan is er toch geen reet aan. Dan heb ik liever dat je me gewoon in het Engels... Maar Tadić spreekt beter Nederlands dan alle Nederlandse voetballers bij elkaar. Want die zeggen ook geen 3 woorden zin. Het is niet normaal. Je hebt nog nooit een interview gehad na een wedstrijd waarin je dacht, ah, hier heb ik echt wat aan gehad. Het ja, maar, is altijd verschrikkelijk. Daar is Tim het in principe wel mee eens. Ja, maar hij neemt dan nog de moeite. Ik vind het 10 keer vet. Ik bedoel, kijk, Suárez werd vroeger ook belachelijk gemaakt dat hij dan in een soort heel debiel Nederlands sprak. Maar die Tadić en Suárez, dat soort gasten, hebben wel de moeite genomen om die taal te leren. Het zijn geen Scandinaviërs die het ongeveer, weet ik veel, in hun melk krijgen dat ze alle talen spreken. En al die gasten als Taliafico zit hier ook al rustig 4 jaar. Die spreekt helemaal, die kan misschien net zeggen paas of zo. Snap je? Dat is ook nog eens Engels. Ja, daar ga je ik al. Ik vind het alleen jammer dat hij er niet de moeite heeft genomen om ook zijn tweede les te volgen. Zo. Tim, ik denk dat de oplossing voor jouw probleem eerder zou zijn om het interview in het Nederlands in het Engels te doen. Ja. Want Tadić gaat nooit zo goed Nederlands spreken dat jij tevreden bent met het interview wat Tadić aan ESPN geeft. Nee, maar misschien gaat het niet eens om... Oké. Sorry Tadić, misschien gaat het niet om jou. Maar meer om de journalisten die hem dan zo heel graag in het Nederlands willen interviewen. Hij kan gewoon prima Engels. Ik bedoel, dan kan hij mij vertellen als aanvoerder van Ajax wat hij vindt van dat spel en wat er gebeurd is. Ik steek er niks van op maar in het Nederlands. Alsof hij in het Servisch 2 uur de tijd krijgt. Alsof hij iets over zo'n wedstrijd gaat vertellen waar jij naar de hand wat aan hebt. Hij gaat altijd zeggen, oh, ik ben ik weet het niet, Jannik. Hij heeft dat nu toch altijd in het Nederlands gedaan. We hebben gevochten vandaag. Het was een moeilijke wedstrijd, maar blij dat het gelukt is. Ik wil mijn congé niet krijgen. Ik wil geen congé. We hebben vleugelflitsers. Je krijgt altijd gelul na zo'n wedstrijd. Hou er mee op. Ik ben het zo met jou eens. Ja. Ja, Tim. Nou, laten we dan naar de volgende wedstrijd gaan met het beeld in ons hoofd van Tim die in het Servisch geïnterviewd wordt na een wedstrijd. Want dat moet ook heel grappig zijn. En dan gaan we naar de nummer 4 van de ranglijst. En dat is FC Twente. PEC Zwolle, FC Twente 1-3. FC Twente in bloedvorm tegen een bloedeloos PEC. Vooraf zou je kunnen zeggen dat het wel eens 1-3 voor Twente zou kunnen worden. En als je dat ingezet, had je heel veel geld gewonnen. Matig verdedigen van Zwolse zijde. Een schitterende eretreffer wel. Maar de volgende dreun voor PEC is wel een feit. Volgens PEC-coach Dick Schreuder moeten mensen wegblijven als ze geen vertrouwen meer erin hebben. Ik ben bang dat er niemand meer voor PEC Zwolle aan het werk gaat. Maar Tim, jij wilde het hebben over iemand die jou bij FC Twente opviel. Ja, dat is die Costa Ricaanse spits Ugalde. Ik vind het sowieso vet dat er gewoon weer een Costa Ricaan bij FC Twente speelt. Na Brian Ruiz. En Ron Jans had een paar weken geleden, daar kan ik zo hard van genieten. Die zat bij Goedemorgen Eredivisie, die zat daar aan tafel. En vroegen ze zo, ja, wat is dat Ugalde? Wat is dat nou voor speler? Hè? Want hij heeft veel gif en volgens mij kan hij ook wel een doelpunt maken. En toen vroeg iemand van, kan je hem niet een beetje vergelijken met Suárez? Vroeg hij Ron Jans. En Jans zo, nee, is meer Agüero. Maar gewoon niemand echt lachen of zo, weet je. Ja. En vooral dat tweede gedeelte vind ik gewoon echt heel grappig. Ik vind het heel vet. Maar zeker gescoord, ook in de beker alweer ook wel, hè? Zeker. En Agüero heeft dit weekend niet gescoord. Nee, die heeft heel hard. Dat is lullig. Oh, sorry jongens. Ja. Is het te vroeg nog? Ik weet niet of dat ooit... Oh ja, jij bent die gast van Roenvoet. Ja, maar hij is dood. Ja, hij wil weer shockeren. Hij wil weer shockeren. Stel je aan. Heeft hij geen podium, gaat hij ons gebruiken. Pepijn, dan nog heel eventjes kort. Dick Schreuder, PEC-coach, die zegt,
Mensen die de club niet steunen, die hoeven niet meer te komen. Die er geen vertrouwen meer in hebben. Hoe leeg is het op kantoor bij PEC Zwolle? Ja, ik ben benieuwd of dat dan voor iedereen geldt. Dat dan ook gewoon de commercieel medewerker kan zeggen, ja, maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Dus ik hoef me niet meer te melden. Denk je dat Dick Schreuder er wel echt nog vertrouwen in heeft? Ik vind het ook echt iets voor een trainer om te zeggen die er zelf eigenlijk echt helemaal geen vertrouwen meer in heeft. Om maar te laten zien hoeveel vertrouwen die erin heeft. Normaal is het altijd als een bestuur zegt, we hebben vertrouwen in de coach, dan is hij vaak de week... Krijgt hij zijn congé. Ja. Is dat dan ook andersom? Dat als de trainer zegt dat andere mensen dat er vertrouwen in moeten hebben... dat dan de rest van de mensen weg is? Dat zou kunnen. Maar dan zou ik het ook over die spelers zeggen. Ja, mijn hele team heeft er geen vertrouwen meer. Andersom. Nee, juist wel. Ja, ik heb vertrouwen in al mijn spelers. Ja, en dan heeft hij alleen nog maar Lamproes straks. Nee, het gaat. Ik heb er in ieder geval heel weinig vertrouwen in bij PEC. Ja, maar spelers toch ook niet? Wat moet je dan als speler nu? Nee, dingen. Die Bram van Polen die zei ook na de wedstrijd van... is het een kwaliteitsprobleem? Hij zei, we staan waar we staan en dat is niet voor niks. En toen was het een soort van afgelopen. Kijk, dat is nou een goed interview. Zou Bram van Polen dan ook zichzelf bedoelen? Daar is hij denk ik wel zelf kritisch genoeg voor. Ja, die weet ook wel dat hij wel redelijk voorbij zijn houdbaarheidsdatum is, toch? Hij wel cultheld. Ja. Houden we het hierbij voor PEC Zwolle tegen Twente... gaan wij van binnen de lijnen naar buiten de lijnen. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half, stem op eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. En bij buitenspel bespreken wij het belangrijkste nieuws wat zich buiten de lijnen van het veld afspeelt. Pepijn, jij bent de enige die niet aan het googlen is naar een buitenspelletje. Dus ik geef hem eerst even aan jou. Ja, ik heb er eentje. Oké. Moest ik alleen mijn telefoon nemen. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap rondom Mauro Icardi en Wanda Nara. Want dat was enkele weken of maanden geleden hebben die eigenlijk alle vuile was buiten gehangen. Over de Icardi was vreemd gegaan en Wanda had dat volgens mij op Instagram gezet. En die zouden uit elkaar gaan en ze was helemaal klaar met hem. Toen waren ze op onverklaarbare wijze waren ze weer bij elkaar en helemaal happily in love. Maar nu zijn ze in opspraak geraakt omdat zij verdacht worden van een heel groot witwaspraktijk. Doe het in het Servisch. Maar heb je meer achtergrondinformatie? Wat wassen ze wit? Het geld. Het geld wat zij verdienen. Want zij heeft de eigen bedrijven. Zij is ook tevens zijn manager. Dus ik denk dat ze gewoon... Maar het is dus fraude qua inkomsten, toch? Ja, ze kunnen niet uit elkaar. Dat ze gewoon, ja. Ze zitten te hard verstrengeld in hun eigen corruptie. Vet. Dat ze niet... Wow. Ik vond het mooiste... Dit weet ik overigens niet zeker, maar... Volgens mij luistert hun advocaat niet naar deze podcast. Vond het mooiste aan dit verhaal vond ik met dat vreemdgaan. Dat hij dus... Mario Icardi had een soort tweede telefoon... waarmee hij met zijn Instagram allemaal bij allemaal meisjes in de DM's dan ging. En zijn oplossing voor het probleem was dat hij op Instagram... op de deur alleen nog maar Wanda volgde. Vet. En zo liet hij aan zijn vrouw zien, ik hou wel van je. Want ik volg nu niet meer ESPN. Super praktische oplossing. En die algoritmes laten mij niet andere vrouwen zien. Nee, precies. Alleen Wanda. Ja. Dan gaan we naar jou, Jannik. Ja, ik... om het niveau van deze podcast even op te krikken. Nee, ik moest afgelopen week mijn laptop opschonen. En toen moest ik allemaal dingen op externe harde schijf zetten. Want hij zat weer vol. En toen ging ik toch een beetje zo'n trip down memory lane. Oude foto's bekijken. En toen kwam ik achter een paar oude FIFA teams van mij. Die ik vroeger had gemaakt toen ik me enorm verveelde. En waar ik alleen maar op de achternaam had geselecteerd. En ik heb 4 teams die ik even wil voorlezen. Het zijn 4 elftallen. Het niveau is laag. Het eerste elftal... Jij hebt zo'n andere jeugd gehad. Het eerste elftal bestaat uit... Windjes, mouwbandje, korsje, sotje, poundje, poetje, houtje, sotje, seuntjes, platje en oetje. Het tweede elftal bestaat uit Sexton, Baffo, Shittoe, Scheithouwer, Rim, Amedik, Malul, Pikke, Lully, Bukaka en Poupon. Daar had ik een ander elftal tegenover. Dat was Kutin, Kontoes, Beel, Kuttepof, Schachten, Vagenas, Slikken, Sekbeffia, Sukka Sukka, Maboep en Titi. Maar mijn lievelingsteam... was een team dat bestond uit 4 duo's en 1 trio. En dat was Lennon, McCartney, Harrison. Victor en Rolfus. Black en de Dekker. Peppe en Kokke. En Bassie en Adriano. Oh, wel Adriano in de spits. Ja. Dat was echt lang zoeken. Maar Bassie, ik weet nog dat ik Bassie op goal had en Adriano in de spits. Dat was echt Dit is de meest explicit aflevering ooit. Oh ja, dat mag natuurlijk. Worden gepiept op YouTube. Oh, fantastisch. Ja, wel heel erg leuk. Ja, nou, dit, Tim. Sterkte. Ja, nee, ik moet dit nog wel even. Dit vond ik ook heel leuk. De loting van de Champions League natuurlijk ging mis. Ja. Maar er waren dus best wel veel supporters die al tickets hadden geboekt. Weet je, op het moment dat je hebt van die hele fanatieke gasten die dan aan de refreshen zijn en dan meteen ticket boeken. En Karim is een Chelsea-fan. En voor hem was dit echt een rollercoaster van emoties. Want Lille
kwam uit de eerste loting. En ik zag niet zijn Snapchat, maar die zag ik later voorbij komen van plane tickets booked for Lille. Oh my god, 2 guests. Hij was zo blij, weet je wel. En toen, niet veel later, was hij eigenlijk heel erg verdrietig. I'm cursed, de loting is verkeerd gegaan. Ja, shit. Toen werd hij boos. Dus toen was het 5 tot 7 dagen voordat ik mijn refund terugkrijg. Ik heb het wel aangevraagd, maar echt heel kut. En daarna was het berusting, want toen loodde ze weer Lille. En dan heeft hij volgens mij niet nieuwe tickets. Want hij had zijn tickets al gewoon fucking. Maar hij heeft gewoon, dit universum is tegen me. Krijg maar de tyfus. Wat we echt lachen. Heerlijk. Als dat het was, dan gaan wij weer terug naar het voetbal. En dat doen wij met Sparta Rotterdam tegen Vitesse. Dat werd 2-2. Het was een déjà vu wedstrijd in Rotterdam. Want waar Vitesse aanvaller Frederiksen midweeks Sparta met 2 doelpunten uit de beker knikkerde, leek hij zaterdagavond hetzelfde te doen. Maar dankzij een donderspeech van Henk Vrezer en een gezonde hoeveelheid mazzel ook voor Sparta, kroop het dankzij 2 goals van Sven Mijnans door het oog van de welbekende naald 2-2. Tim, buiten het veld raakte Vitesse deze week Johannes Spors, de technisch directeur, kwijt. Die wordt algemeen directeur bij Genoa. Mm. Maar ik maak me een beetje zorgen om hoe zulke onderhandelingen dan verlopen. Ja, want hij is verantwoordelijk, was hij bij Vitesse, voor alle in- en uitgaande transfers. Dat is wat een technisch directeur doet. En hij is nu zelf voor 1,5 miljoen is hij naar Genoa gegaan. Ik heb eigenlijk ook nog nooit gehoord over een transfersom voor een technisch directeur. Jullie wel? Kan je nagaan hoe goed hij kan onderhandelen. Ja. Nee, maar de trainer nog wel eens, maar ook niet zo heel vaak. Maar dan... Ja, maar dat gebeurt ook wel steeds vaker, heb ik het idee. Maar die Spoorsnijboon, dat moet de allerbeste sollicitant ter wereld zijn. Want hij heeft zoveel verschillende banen gehad. Hij was bij Hoffenheim videoanalist. Toen werd hij daarna hoofdanalist. Toen is hij hoofdscout. Was hij in 1 keer bij Leipzig en ook bij HSV. Toen werd hij technisch directeur bij Vitesse. En nu wordt hij algemeen directeur bij Genoa. Dus hij, zeg maar, al die stapjes in een cv, maar dan allemaal verschillende cv's. Dus van analist naar hoofdscout. Technisch directeur en algemeen directeur zijn toch ook hele andere dingen, of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, als is bedrijfrunnen en bij het andere moet je verstand hebben van voetbal. Maar het lijkt erop dat hij dus als enige wel kwalificaties heeft binnen het voetbal die gewoon nuttig zijn. Waardoor hij dus gewoon wel logisch stappen omhoog maakt. Want wat mij altijd het meest irriteert aan de voetballerij is dat mensen op positie zitten waar ze met soms 100 miljoen euro's omgaan. Terwijl het enige wat ze zelf konden is tegen voetbal aanschoppen. Mm. Ja, waardoor ik nooit snap waarom je 200 miljoen krijgt op de transfermarkt. Hey. Maar Spors lijkt dus daadwerkelijk wel goed te zijn in het werk wat hij doet. Ja. Zeker. En bij Genoa ligt genoeg werk, want volgens mij staan die nu nog op een degradatieplaats. Dus we wensen hem daar heel veel succes. En plezier ook. En plezier, dat is ook belangrijk. Ja. Gaan wij door naar Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Mimoun Mahi zal de komende dagen nog af en toe zwetend wakker worden als hij terugdenkt aan deze wedstrijd. Hij scoorde weliswaar en een afgeslagen schot van hem werd door Sander van der Streek binnengelopen. Maar het is een wonder te noemen dat hij niet nog een paar maakte. De mooiste goal in deze wedstrijd werd gemaakt door George Cox. En die vierde dit door de FIFA Celebration The Dead Fish te doen. Ik vind het heel raar dat FIFA nu in het voetbal komt in plaats van dat voetbal in FIFA komt. Maar Tim, jij zou jezelf niet zijn als jij je ergens anders over hebt opgewonden. En dat is Seuntjes. Nee, ja, ik heb me gewoon een beetje. Ik heb me deze week gewoon slechter gevoeld over dat interview van Seuntjes. We hebben het 2 weken geleden over gehad. Ik weet niet of je dat had meegekregen, dat Seuntjes als een zombie, een L1, een hele schattige L1 Limburgse verslaggever te woord stond. En ik voel me daar gewoon niet lekker bij. Want Seuntjens is, denk ik, het lijkt me niet echt een super talentvolle gast bij het voetbalveld. Wees heel erg blij dat je voetballer bent. Die arme journalist, die heeft waarschijnlijk keihard gewerkt om journalist te worden. Die vindt dat ook heel vet. En hij doet zo verschrikkelijk denigerend en gunt die man niet de kans om zijn werk te doen. Ik moest dat nog even kwijtsnijden. Maar hij doet het wel in het Nederlands gewoon. Dat wel. Jannik, wat vind jij van Seuntjes? Ik denk dat Seuntjes gewoon zijn oud teamgenoten platje, Oetje, mouwbandje. Als hij gewoon mist, daar gewoon niet goed. Ja, en een goede manager aan het roer. Goeie, ja. Hij had echt een goede manager aan het roer. Zeker in die tijd. Wat vind jij van spelers die juichen? Uit FIFA? Ja. Altijd kut, behalve dat dit mijn lievelingsjuich was. L2, rechterpookje naar links. En ik heb die altijd gedaan. Ik had er erg veel respect voor. Elke keer als ik die op FIFA deed, was ik heel, zeg maar, dan denk ik, als dat dit echt zou doen, dat je zijn schouder uit de kop gaat. Maar hij is toch van Suárez die hem ooit deed toen hij werd beticht van schwalbe maken. En dat hij toen had gescoord. Voor de dekoud. En voor de dekoud van is Everton dat zo? Deed hij dat. Ah, dan neem ik mijn kritiek wel deels weer terug. Ja, ik maar ik vind het nog steeds eerder, want hij heeft hem niet vet. Van dat moment. Hij heeft hem wel uit hij FIFA. FIFA. Was dat Suárez of was Ugalde? Dat was Ugalde. Nee, ja, Aguero.
Nou, dat was deze diepteanalyse van Fortuna Sittard tegen Utrecht. Eindigt in 2-2. Daar zijn beide clubs niet echt mee geholpen. Dus die hopen dat ze voor de winterstop nog even een driepunter kunnen bijschrijven. Gaan wij naar AZ tegen Willem II. Dat werd 4-1. De reddingsboot van AZ is inmiddels al zo lang niet meer lek dat ze volgens mij een beetje om zich heen beginnen te kijken en van het uitzicht beginnen te genieten in Alkmaar. Al leek het daar tegen Willem II niet de hele wedstrijd op. Het duurde tot de 75ste minuut toen Willem II bij een 1-1 stand een klassieke triple punishment kreeg. Een penalty tegen en een rode kaart voor een erg lichte overtreding. En toen die penalty ook nog eens via de rug van Wellenreuther in het doel verdween, was het gedaan met het toch al broze zelfvertrouwen van de Tilburgers. En liep AZ uit naar een 4-1 overwinning. Yannick, Gudmundsson van AZ. Ja. Dacht dat hij 3 goals gemaakt had. Is niet zo, hè? Dat bleek er uiteindelijk 2 te zijn, maar die nam dus wel de wedstrijdbal mee. Dat is diefstal. En hoe treden we daar tegenop? Wat moet er gebeuren? Terugsturen. Of boete gewoon. Ja, boete ook? Ja, toch? Of zou je hem gewoon mogen kopen? Boete, terugsturen en schorsing. Het is echt zielig, toch? Want ik zie ook een beetje voor me dat dan. Ik vind ook wel wat. Eigenlijk moet de scheidsrechter. Want Pascal Jansen die zei, hij heeft hem in zijn kofferbak liggen. Ja. Maar eigenlijk vind ik dan dat zo'n scheidsrechter daar, die moet daarheen. Bal pakken. Gewoon streng toespreken. Huisrijden. Ja. Ja. Maar hij had deze interview wel in het Nederlands, hè, Tim? Goed, hè? Ja, Tim, dit gaat je langer achtervolgen dan je lief is, denk ik. Ik ben er heel blij mee. Hij zei namelijk onzin dingen, maar wel in Nederland. Ik kon hem goed volgen. Ja, maar hij praatte wel poep. Hij zei wel, ja, ik heb allemaal stukjes poep. Alles van mij. Pepijn, ik ga even voor jou voor de inhoud. Ja. De triple punishment. De inhoud of deze stelling? Nee. Ja, de triple punishment is in Engeland hebben ze hem volgens mij weggehaald. Dat het niet meer kan. Ik dacht ook heel even dat in Nederland het geval was. Wat is dat ook alweer? Dat is dus een rood en een pingel en een schorsing. Ja? Toch? Ja. Oké. Dit was gewoon een gele kaart. En ja, dus volgens mij is het overtreding. En dan is het is dus overtreding, penalty, rood. Ja, maar overtreding en rood is toch gewoon, dat valt toch maar mee. Volgens mij heeft het inderdaad te maken met je met een man minder moet spelen. Dat je en een goal tegen krijgt waarschijnlijk. En dat je die gast volgende week ook er niet bij. Aha, zo. Voor een overtreding die super licht is. Ja, op elk andere plek op het veld was dat gewoon geel geweest. Niet eens geel. Nou, niet eens geel. Was gewoon alleen een overtreding geweest. Ja. Misschien een zwalbe. Ja. Maar het triple punishment ben ik heel erg op tegen. Gewoon, ik vind dat we dat in Nederland ook gewoon als het er niet uit was, wat ik wel dacht, maar dat zal wel niet, anders was er meer ophef geweest. Ja. Dan moeten we daar heel snel vanaf. Want het is gewoon, het verneukt de wedstrijd. Ja, kijk, ik vind het niet anders als je iemands been probeert te breken, want dan vind ik het gewoon, zeg maar, de fysieke... Nee, maar dan moet je hem dus rood geven, maar geen penalty. Dat was nog geen triple punishment, maar wel verdiend rood. Indirecte vrije trap dan? Ja, oh, dat vind ik zo geweldig. Die mis ik. Ja. Ik vind dat we meer indirecte vrije trappen moeten hebben. Ja, maar sowieso, inderdaad, de rode kaart. Ik vind het altijd heerlijk als ik dan op livescore zie of zo. Oh, dit is rood geweest. Ik ben altijd gigantisch fan van de directe rode kaart. Maar dan voor dat soort momenten is het helemaal niet leuk. Nee. Zo'n rode kaart wil je gewoon dat je een zielige zaag ziet. En je denkt, ja, 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 precies. Maar je wil niet voor dit iemand. Maar wat zou je kiezen? Dus stel tegenstander. Dus ik haal jouw tering neer. Ja. In de 16. Ja. En jij mag dan. De scheids komt mij toe en zegt: okay, Yannick, Tim rood of jullie penalty? Tim rood. Oh, ja? Dat moeten we dan doen. Nee, misschien. Ja, hangt wel echt af van de situatie. Maar ik denk dat. Ja, maar over het algemeen. Zeg maar, wil je een doelpunt of wil je dat de tegenstander een mannetje minder heeft? Als het vroeg in de wedstrijd is, zou ik voor het mannetje minder gaan, toch? Ja. Oké, dus we schaffen de triple punishment af. En er wordt gewoon een keuze voor degene. Wat ze bij die geweldige sport deden bij F1. Mm-hmm. Ja. Daar werd even overlegd laatst. Ja. Van welke straf wil je? Ja. Ja, dat ging helemaal goed, toch? Daar was helemaal geen kritiek op. Dat ging supergoed. Ja. Tim, ik hoop dat je klaar zit met je boekje, want we gaan naar jouw weetje. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Yannick, wat vind je van dit inzingen? Schitterend. Uh-huh. Echt een stem van een engel. Mario Been heeft een schaatshobby. Want hij is als kind, net als toen hij Feyenoord coach was, een keer door het ijs gezakt. Heb je deze woordgrap voorbereid? Ik vond hem serieus best leuk. Ja. Maar hij is als kind dus een keer door het ijs gezakt. En sindsdien staat hij nooit meer op ijs en durft hij ook niet te schaatsen. Maar ook niet op een ijsbaan dan? Nee. Want daar zit gewoon een betonnen bodem. Dat valt er niet echt doorheen. Maak hem dat wijs. Je weet het niet hoor. Nee, dat is waar. Wat vind jij van op ijs lopen? Oh, Tim kan dus niks wat Mario Been zegt serieus nemen. Want elke keer als hij een analyse doet, roept Tim heel hard naar de tv. Jij hebt 10-0 verloren, hou je mond. Ja. Ja, maar ja, vandaag wist hij ook weer niet van die regel van als hij van je knie afkomt en op je hand komt. Toch? Dat wist hij niet dat dan geen hens is. Nee. Dan moet je niet analist zijn.
Met je, alle regels. Ik vind dat analisten, ja zeker, net als scheidsrechters, alle regels moeten weten. Ja, maar we hebben Vincent Schildkamp hier aan tafel gehad. Dus zeg maar, de commentatoren, die krijgen gewoon aan het begin van het seizoen... krijgen die een cursus van de KNVB voor de regels. Nou, laat dat gewoon maar iedereen die met iets met voetbal te maken heeft... even een cursusje. Ja. Zou het voor ons ook makkelijker maken als we die krijgen. Maar dan wordt op de duur wordt de kring wel heel breed, hè? Die ze dan af moeten gaan voor het seizoen. Ja, een beetje werk voor geld, kom nou. Wij zijn geen journalisten, maar ook zeker geen analisten. Nee, maar straks zitten we in een hok met Mario Been te luisteren naar de nieuwe regels. Pas op wat je zegt, man. Oké, neem het terug. Mario Been is bang voor ijs. Heeft hij dan ook een soort van watervrees? Of dat niet? Nee, ik denk Want uiteindelijk is hij is banger voor het water dan voor het ijs. Maar het water bang dat het bevriest. Daar is hij dan bang voor. Ja, maar het allerergste... Ja, hij doucht ook heel warm. Heel snel zwemmen, want hij echt heel bang is. Je hebt toch sowieso ook een keer gedroomd dat je zo door het ijs was gezakt en dat je dan niet meer boven kon komen. Weet je, dat is toch het aller... Misschien had Mario dat wel. Dat zou heel goed kunnen. Tim, als jij daar achteraan gaat... Ja, ga ik achteraan. Top. Ja. Dan gaan wij door naar Cambuur-Leeuwarden tegen Heerenveen. Dat werd 1-2. En deze wedstrijd stond al voor dat hij gespeeld was onder spanning door een enorm smakeloos spandoek van de Heerenveen-fans over de ziekte van Henk de Jong. Wat dan? Nou, ze zeiden... wil je het echt weten? Ja, ik weet dat niet. Oké, nou, de tekst was... kopzorgen in Leeuwarden? Of... Ja, zoiets. Zoiets. Voetbal zorgt voor kopzorg of zo. Het was een hele slechte woordgrap over de ziekte van Henk de Jong. Cambuur-verdediger Schmid liet al snel wel zijn Heerenveen-hart spreken door een vrij vroege domme rode kaart te pakken. En vlak daarvoor had H. Veerman de 1-0 al gemaakt vanaf de stip. Cambuur liet zich niet kennen, kwam gelijk, maar opnieuw Henk Veerman met het hoofd. Ik vermeld dat ook maar, want dat doen ze bij de NOS ook elke keer als Henk Veerman een bal kopt. Hij tekende voor de 2-1 overwinning. Yannick, wij zaten te kijken en Henk de Jong is dus afwezig en die is opgevolgd door Pasco Bosgaard. En die twee mannen zijn niet heel erg met elkaar te vergelijken. Als jij moet kiezen, word je dan liever getraind door Henk de Jong of door Pasco Bosgaard? Ik zou toch liever door Henk de Jong getraind worden, ja. Ja. Maar word je dan ook beter als voetballer? Nee, dat helemaal niet. Maar ik word wel echt veel gezelliger. Ik heb volgens mij word je veel gelukkiger van Henk de Jong. Heb jij een schouderklopje nodig of... Ja, ik heb heel veel vertrouwen nodig. Ja? Ja, ik heb Henk de Jong nodig. Pascal Bosgaard, die zou me alleen maar heel onzeker maken. Jij wil een van de jongens zijn. Ik wil een van die gasten zijn. Ja. Van die schatten. Ga ik voor hem door het vuur. Maar voor Pascal ben ik doodsbang. Voor zo'n selectie is het toch best wel matig, Tim, denk ik? Dat er zo'n groot verschil zit. Ik had altijd vroeger bij BFC, als ik dan één jaar... ik had één zeg maar hele enge trainer altijd. Die was echt veel te agressief. En één altijd best wel lief. Maar die om het jaar wisselde die af. En altijd bij de lieve trainer floreerde ik. Ja. Werd ik al gescout. Door wie? Ik vriendinnen. En bij de andere was... Door wie? Door wie werd je gescout? Ik ben door Ajax gescout. Lekker, man. Echt? Wist je dat niet? Nee. Echt wel. Nee, dat wist ik echt niet. Ja, het is nog wel een mooi verhaal. Ik heb... mijn vader die zei toen dat er geloot was op ons voetbalclub. En dat ik door de loterij bij Ajax mee mocht trainen. Dus daarom kon ik niet opschrijven op school. Dus daarom doe ik het nu. En toen heb ik later nog een keer die brieven allemaal teruggezocht. En toen heb ik alleen nog die brief kunnen vinden dat ze hadden verteld dat ik te slecht was. Dus dat ik er niet bij mocht, helaas. Dus ik heb die uitnodiging heb ik niet meer. Dat is echt jammer. Ik had een B12 verwacht. Nou ja, dat was het. Ja, het is een beetje dat verhaal. In Amerika heeft iedereen bijna de MLS gehaald, maar heeft een schouderblessure. En jij hebt gewoon bijna... Eigenlijk speel jij bijna in de Eredivisie. Ja, maar ik heb toen tijdens die... twee trainingen hadden we. Mm-hmm. De eerste training ging echt best wel goed. Mm-hmm. En toen ziek hard regenen. Toen gingen we tijdens de training, werd het afgelast. Moesten we weg. Ging best goed. En de tweede training ging ik letterlijk balletje afwachten. Omdat ik dacht dat doelpunt te maken heel belangrijk was. Dus op een gegeven moment ging ik op de doellijn van de tegenstander staan. Het was nog op een E-veld volgens mij. En toen iemand schoot. En toen hield ik van mijn team. En toen hield ik hem tegen en deed ik zo'n hakje over de lijn. Had ik gescoord. En toen dacht jij, mooi, ik ben er. En toen dacht ik, ga jij zag jezelf al zo zitten met die pen en het contract te tekenen. Bij Ajax die er later is doorgebroken, dat je het nog weet. Maar was dit Ajax Amsterdam? Hoe bedoel je? Nou, gewoon was het Ajax. Ah, ja. Het grote Ajax. Oké. Okay. Ja, is dit verhaal hoor. Ik dacht Ajax Cape Town of zo. Nee, maar daarom wil ik heel graag nog die... Want die lijst staat ook altijd al die andere namen die je geselecteerd zijn. Dat zou heel leuk zijn. Dan kan ik zeggen dat ik met... Boerichter heb gespeeld. Ja. Boerichter, die is echt toch veel ouder dan jij bent. Nou ja, tegenwoordig zijn al die voetballers ongeveer net zo oud als ik. Dus ik dacht maar... Nou ja. Had je wel eentje moeten kiezen die toch gestopt was. Oh ja. Als je de lijst nog vindt, neem hem mee. En dan kunnen we even een trip down memory lane doen. Dan gaan wij door naar Go Ahead Eagles tegen NEC. Duel der promovendi.
Het Nijmeegse kinderelftal begon uitstekend aan de hand van de piepkleine Dirk Proper en kwam dankzij Tafsan en Bruin al snel op een 2-0 voorsprong. Go Ahead probeerde daar nog wat tegenover te zetten, maar het bleef allemaal erg pover. Pepijn, jij hebt een nieuwe favoriet in de Eredivisie. Ja, we zullen het weer even over het voetbal hebben. Maar Tafsan, we hebben het al een keer vaker genoemd. Dat is niet een nieuwe favoriet, toch? Nee, dat is wel een oude favoriet, maar wel echt zeg maar waar ik nu van denk, van maak de stap maar. Maak de stap maar, ga maar. Want hij heeft aan het begin van het seizoen een interview gehad. Volgens mij vertelde Tim het aan mij dat met Hans Krij. En toen ging het erover dat de clubs uit Italië en Spanje, die hadden interesse in Tafsan. En had hij gezegd, heel nederig, van nou, daar ben ik gewoon nog niet goed genoeg voor. En ik moet het eerst hier laten zien. En volgens mij de eerste paar wedstrijden stond hij ook niet in de basis. Maar hij laat het nu gewoon echt zien. En het is zo'n verschrikkelijk fijne voetballer om naar te kijken. Het is een dribbelaar, goede trap. Hij heeft eigenlijk best wel heel erg veel, waardoor ik denk dat hij nog een hele mooie stap kan maken. Maar ik hoop echt dat hij in de Eredivisie blijft. Dus een oproep aan de top 3. Naast Seruki ook Tafsan halen. En als Tafsan doorbreekt, dan kan Pepijn heet het zeggen, ik zag het al toen. Ja, daar doe ik het ook altijd wel voor. Dit soort extreme nemen. Mooi. Let op Tafsan. Gaan wij naar de laatste wedstrijd van deze speelronde. Dat is Heracles tegen Groningen. Dat werd 4-2. Atletico Groningen kwam in heuse Tony Media tenues voor de dag. En dat leek zo waar in het begin ook geluk te brengen. Want bij de eerste beste aanval stonden ze al 1-0 voor. Probleem van Groningen is dat ze de goals tegenwoordig net zo makkelijk weggeven als dat ze maken. Dus was het al snel 2-1 voor Heracles. Groningen maakte nog gelijk. Maar twee late treffers betekenden toch weer 0 punten voor de ploeg van Buis. Pepijn, wat viel je op tijdens Heracles Groningen? Nou, eigenlijk wat we aan moeten met Buis. Want hij weet het zelf volgens mij niet meer. Hij is natuurlijk die hele boze trainer waar jij niks mee zou hebben. Maar hij heeft het ook een tijdje heel aardig geprobeerd. Dus het is een team in bescherming te nemen. En dat lukt ook niet. En nou zag ik zeg maar een soort teleurstelling deze wedstrijd. Dit is nu dat gelatenheid. Ja, gelaten. Maar meer nog dat je als speler kan je niet harder vernederd worden dan wanneer je een actie op het veld maakt en ze zoomen naar de trainer en die zit zo nee te schudden. Zo van, oh, waar zit ik naar te kijken? Hij weet het echt niet meer. Maar niet schreeuwend, niet boos, niet zeg maar niet blij. Het was gewoon zeg maar vernederend naar de speler. Dus ik weet eigenlijk niet meer wat Danny Buis nog kan doen. Welke rol die nog kan aannemen, wat wel gaat werken bij Groningen. Zijn congé misschien. Want hij heeft eigenlijk geprobeerd om Henk de Jong en Pascal Bosgaard allebei te zijn. Ja, klopt. Ja, en dat is niet gelukt. En daar moet iets tussenin gevonden worden. Maar wat ik ook bij deze wedstrijd nog even benoemd wil hebben. We zijn vaak kritisch naar scheidsrechters toe. Maar Geuze Bujuk floot deze wedstrijd. En die is toegetreden tot het elite korps van de UEFA. Dus dan kan hij echt de topwedstrijden gaan fluiten. Dus ja, Leuk voor het Nederlands. Geuze Bujuk had meer zelfvertrouwen nodig. Dat is het. Nee, maar nou ja, leuk voor het Nederlands scheidsrechtersgilde. Maar ja, Groningen, poep, 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 poep. Ja, en drie hele welkome punten voor het ontzettend lieve elftal van Wormoed, die zich nooit zorgen maakt, want er is ook nog heel veel ergens in de wereld. Daar moeten we ons druk over maken. En wat blijkt, Heracles pakt zowaar 3 punten. Voordat we deze uitzending afsluiten, gaan wij nog eventjes naar... Waar zit hij? Fantalk. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom? En I shit you not, maar de eerste vraag die ik hier tegenkom was van voor Jannik van @JonasVV. En die wil weten welk niet bestaand spreekwoord jij zou willen toevoegen aan de Nederlandse taal. Maar misschien kan ik hem beter aan Pepijn stellen. Een blaak van verluchting. Zou ik er graag aan toevoegen. Ja. Blaak van verluchting. Pepijn, zeg jij anders gewoon nog een spreekwoord. Want daar zit er waarschijnlijk dan toch. Ja, een slaak van verluchting. Slaak van verluchting. Dat was het, ja. Een slaak van verluchting. Ik zwijg hier in deze. Nee, maar ik vind het echt een schitterende aanwinst voor de taal. Ja, er ontstaat vaak nieuwe taal, toch? Zeker. Door een verspreking hier. Door een debiel. Sorry man, sorry. Ik ga van jou af. Stel die Dumpert-vraag. Ja, de Dumpert-vraag van Ed Woutje. Als je een voetbalfragment in de Dumpert-top zou kunnen zetten, welk zou dat zijn? Dat zou zijn dat... het moet een beetje context. Maar ik zou eigenlijk dat huilende jongetje op de tribune... Het Braziliaanse jongetje die zo heel erg aan het huilen was. Toen Brazilië met 7-1 verloor van Duitsland. En dat was die wedstrijd. Volgens mij was Neymar toen geblesseerd. En toen kwamen die Brazilianen. Ja, het is een podcast, dus ik kan het niet goed voordoen. Maar die kwamen zeg maar allemaal met hun hoofd gebogen. En dan hielden ze zo de speler voor hun de schouder vast. En hadden ze van die Neymar-shirtjes aan. En ze liepen daar het veld op alsof het echt de grootste helden op aarde waren. En dat wij allemaal moesten denken, ach, die arme mannen. Ze moeten het zonder Neymar doen. Wat zijn ze toch geweldig. Wat vet dat ze dit zo doen. En dat hele stadion met die Brazilianen vol emotie van, ach man, ons land, wat zijn we geweldig. En toen een half uur later hadden ze er 5 om de oren gekregen. En toen zoomden ze in op een jochie dat niet gewoon huilde, maar echt gek werd van verdriet.
En dat is denk ik mijn lievelingssportmoment. Hoe vaak per jaar kijk je dat nog? Ik kijk die samenvatting echt serieus al 2 keer per jaar, denk ik. Ja. En dan ik op dat jongetje is nog een paar keer terugspoelen. Ja, maar ik vind het gewoon omdat er zoveel samenkomt. Omdat het was al zo'n luizen. Het was echt een luizen elftal van die Braziliaan. En ze waren dan een beetje doorheen gemazzeld. En dat was zo pathetisch wat ze daar deden. En ze kregen hem zo op hun dak daar. Ik vond het geweldig. Ja. En zo sluiten we af met de sadistische kant van Jannik van der Velde. Het was een saaie klassieker, maar het was leuk dat jij er was. Het zit er hier weer op. We zijn halverwege de Eredivisie. Woensdag een nieuwe aflevering van Timmer Snijboon voorspellen. En eventjes een puntje. Wij zijn er donderdag 23 december alweer rond de klok van 11 uur. Want dan is de laatste speelronde van de Eredivisie voor de winterstop. Rest mij niets anders dan alle kijkers bedanken voor het kijken. Alle luisteraars voor het luisteren. En dan zien we jullie de volgende speelronde. Fijne avond.